Hoe is het om weer thuis te zijn? Nou ja, ik arriveer hier net, hè. En ja, hoe is het? Ik bedoel, dat moet ik nog ervaren. Dat kan ik op dit moment nog niet echt aangeven. Als u zo rondkijkt? Ja, dat valt natuurlijk wel tegen. Aspergeteelster José Jansen uit Zomer is na ruim een half jaar weer thuis. Jansen werd in januari gearresteerd op verdenking van mensenhandel en uitbuiting. De rechter bepaalde gisteren om de hechtenis voorlopig te schorsen. Jansen kan nu de rest van haar proces thuis afwachten. Donderdagochtend mocht ze de gevangenis verlaten, waar ze het zwaar had. Opeens zit je van de ene op de andere dag zit je in een hele andere wereld. En een wereld die voor mij totaal onbekend is. Ik bedoel, waar ik daar gezeten heb, dat ken ik gewoon niet. Dat is gewoon wat er allemaal speelt en wat er allemaal om je heen gebeurt daar. Dat is gewoon echt ongelooflijk. De officier van justitie verzet zich fel tegen de voorlopige vrijlating van Jansen. Volgens de officier bestaat de kans dat Jansen nu weer in de fout gaat. Ze zou in herhaling kunnen vallen omdat er grondwerk gedaan moet worden en er nieuwe werknemers moeten worden geronseld. Daar hamert zij dus telkens op, maar het punt is gewoon, de kans op herhaling, die wordt eigenlijk bepaald of dat er vergunningen afgegeven worden vroeg in een seizoen of niet. Ja? En dat vergunningentraject, dat is al jaren, al 20 jaar een probleem. Als ik in maart weet, of in februari al, ja, of dat ik werkelijk die vergunning krijg, of dat die er is, ja, niet dat ik hem krijg, maar dat die er is, dan kan ik ook afspraken maken met mijn medewerkers. En dan kan ik gewoon mijn oogst voorbereiden. Maar die vergunningen, die komen altijd als mosterd na de maaltijd. En in die tussentijd, dan is er al van alles gebeurd. En een arbeidsinspectie, die gaat er niet op zitten wachten. En dat is heel vervelend. Jansen wil nu weer zo snel mogelijk de zaak op orde brengen. Haar oogst beschouwt ze als verloren. Ze weet nog niet hoe groot de schade is die haar bedrijf heeft opgelopen. Ook is het nog niet bekend wanneer Jansen zich weer moet melden bij de rechtbank. Wel staat vast dat ze geen contact mag hebben met getuigen in het verdere onderzoek. Als u nu zo meteen naar binnen gaat, wat gaat u dan als eerste doen? Als ik zo meteen naar binnen ga, ga ik eens lekker koffie drinken. En dan eens eventjes een pas op de plaats. Okay.